Ik ben Mux en dit is mijn eerste vragenuurtje. Ik weet nog niet precies hoe ik deze filmpjes ga noemen, maar in ieder geval is het mijn bedoeling om elke week ongeveer een filmpje van 10 minuten of een kwartiertje te maken, waarin ik jullie updates geef over mijn nu lopende project en waarin ik jullie meest gestelde vragen beantwoord. Ik krijg over het algemeen heel erg veel vragen op elk blog. Zowel in de comments als via DM. En die meeste vragen die zijn best wel interessant voor de meeste van jullie. Alleen die raken een beetje ondergesneeuwd en weinig mensen lezen ze. Dus het leek me leuker om die in het blog zelf te maken. Maar aan de andere kant, als ik overal een blog over schrijf, ik probeer mijn blogs altijd heel erg goed te verzorgen. En dat kost me ontzettend veel tijd. Dus op deze manier gaat het een stuk makkelijker. Dus om te beginnen. Een update over Fluffy 2. Fluffy 2 bestaat uit 7 onderdelen: de UPS, de LCD-interface, de behuizing, de computer zelf natuurlijk, dus moederbord met alle componenten, de adapter, de True Power-Off module en de ophanging. Nou, om daar een update over te geven, hier op de achtergrond zien jullie een filmpje van dat ik de UPS in elkaar aan het solderen ben. Dus die is er inmiddels. Hij werkt nog niet helemaal. Ik ben nog bezig met hem te programmeren, maar dat komt wel goed. Het volgende onderdeel is de LCD-interface. Die heb ik op de vorige blogpost over Fluffy 2 laten zien. Ik had alleen maar een foto opgezet en verder geen tekst bij, maar dat is inderdaad een module die gaat tussen het moederbord en het scherm zelf. En die vervangt in feite een aparte DVI-kabel en de elektronica die in de monitor zelf zit. Dan is er de behuizing. Dat ontwerp is klaar. Daar krijgen jullie later deze week, of deze week, hopelijk dit weekend, misschien begin volgende week, krijgen jullie daar een filmpje over waarin ik samen met de ontwerper van de behuizing, ja, ik heb iemand anders een groot deel van het werk laten doen, een gesprek heb over hoe de behuizing eruit ziet. Dan is er de computer zelf. Een belangrijk deel van de besparingen komt natuurlijk uit het feit dat ik het moederbord en de processor en alle andere onderdelen op het moederbord heel erg zuinig kan krijgen. Dat is inmiddels gelukt. Het kost me nogal wat tijd om dat in woorden te vatten. Dus misschien dat jullie daar nog voor de helft van de maand een update over krijgen, maar ik kan niks beloven. Dan is er de adapter. Die is ook af. Uiteraard, ik ga niet een adapter zo gebruiken zonder dat ik er iets aan heb gedaan. De adapter heeft ook wat modificaties ondergaan om hem zuiniger te maken. De True Power-Off module. Die had ik eerder al een keer laten zien. Die doet het nog niet helemaal. Ik weet niet precies wat ermee mis is, maar ik heb hem nog niet aan de praat gekregen. En het kan best wel eens zijn dat ik daar een vervanging voor moet maken. Dit is ook de minst belangrijke module, dus het kan zijn dat Fluffy 2 uiteindelijk geen True Power-Off module krijgt. En dan als laatste is er de ophanging. Daar ben ik nog niet mee begonnen. Dan heb ik ook nog een oproep. Ik heb de behuizing, het ontwerp is dus klaar, maar ik heb de persoon die het voor mij zou lasersnijden, heb ik niet te pakken gekregen. Nou werkt het zo, de behuizing heb ik ontworpen, maar het ontwerp is, het is vrij experimenteel. Dus ik zou het eerst in hout willen proberen en later uit aluminium willen lasersnijden. Het aluminium lasersnijden, dat is het moeilijke deel. Daar heb ik die persoon echt bij nodig. Maar uit hout lasersnijden, dat kan met de meeste andere lasersnijders ook wel. Daar heb je geen speciale high-power lasersnijder voor nodig. Dus ik zou graag willen vragen of er mensen zijn, mensen die misschien eerder al een keer hebben aangeboden om te lasersnijden, of zij misschien voor mij delen van de behuizing willen lasersnijden uit hout. Dun 1, 2 of 3 mm hout. Zodat ik dat in elkaar kan zetten en een idee kan krijgen of het soort ontwerp dat ik en de persoon in Amerika hebben gemaakt ook daadwerkelijk
er goed uitziet en structureel in orde is. Nou, en dan nu een update over wat jullie de komende tijd kunnen verwachten aan content van mij. Ik had het eerder al gezegd, jullie krijgen de komende week in ieder geval een filmpje waarin ik een interview heb met de persoon die de behuizing grotendeels heeft ontworpen. En later in de week kunnen jullie een blog verwachten waarin ik uitleg wat ik allemaal heb gedaan om het moederbord, processor, geheugen, SSD, de draadloze netwerkkaart zo zuinig mogelijk te krijgen. Nou, dit was nogal een langdurige introductie voor dit filmpje. Het is niet mijn bedoeling om in deze filmpjes 5 minuten lang te vertellen over wat ik allemaal heb gedaan en wat ik allemaal ga doen. Maar goed, dit is het eerste filmpje en ik heb een hele lange tijd niets van me laten horen. Wat ik eigenlijk wil doen in deze filmpjes is een vraag of meerdere vragen beantwoorden die jullie hebben gesteld. En een van de meest gehoorde vragen in de afgelopen tijd is: waar blijft MadPSU? Inmiddels 1,5 jaar geleden was ik begonnen met een project, MadPSU. Dat was een soort Pico-PSU met ingebouwde UPS, waar je een lithium-ion batterij of een loodaccu aan kon hangen. Waarvan de 3,3 en 5 volt lijnen aanpasbaar waren en waarbij alle lijnen gemeten konden worden. Je kon dus meten hoeveel stroom je harde schijf trekt, hoeveel stroom je moederbord trekt. Hartstikke handig voor mensen die hun computer willen tunen. En het gaat natuurlijk vooral om mensen die hun computer heel zuinig willen maken. Dit project is vastgelopen. En dat komt doordat het programmeerwerk om een interface te maken op je computer waarop je heel mooi de spanning en stroom op allerlei componenten in je computer kon zien. Uitbesteed was aan een bedrijf in Engeland. En dat bedrijf dat heeft dit programmeerwerk eigenlijk nooit gedaan. Dus om het project af te ronden moet ik er heel erg veel tijd in steken die ik gewoon niet heb. Bovendien ben ik geen supersterke programmeur, maar ben ik meer van het ontwerpen en bouwen van hardware. Dus het zou mij gewoon relatief veel tijd kosten. Het is wel mijn bedoeling om met PSU nog een keer een nieuw leven in te blazen. Maar ik weet nog niet wanneer ik dat project begin. Fluffy 2 wordt eerst afgemaakt en daarna heb ik nog een project dat prioriteit heeft boven met PSU. Nou, tot zover dit vragenuurtje. Ik hoor jullie vragen en commentaren graag zowel onder de YouTube filmpjes, als je dit direct op YouTube bekijkt, als op mijn blog zelf. En als er interessante vragen tussen zitten, kan het zijn dat ik ze niet meteen op YouTube of in de comments zelf beantwoord. Maar dat ik ze bewaar voor het volgende vragenuurtje. Doei!